Aan tafel gaan zitten Jort Kelder en Herman Pleij. Presentator en ambassadeur van het tv-programma Het Pronkstuk van Nederland. Dat vanavond elke dag live op NPO 2 zal opstomen naar de finale uitzending van vrijdag. Waarin dan het Pronkstuk van Nederland zal worden aangewezen. Nu is er nog keuze uit 30 pronkstukken, verdeeld over 3 categorieën. Willekeurige greep, de boekenkist van Hugo de Groot, Nijntje, Jippie Janneke, de Nachtwacht, brieven van Vincent van Gogh, Delfts Blauw, de ANWW Paddenstoel. Dus kunnen we nog even doorgaan. Jij zat op hete kolen bij dat gesprek met Twan net, of niet? Had je het gevoel, daar wil ik iets over zeggen? Nou, ik dacht eigenlijk, het is niet zeg maar een nadeel van Trump. Ik denk namelijk dat Trump hier, dit is hetzelfde rilletje, daar heeft hij me geen last van. Ik denk dat veel conservatieve Amerikanen juist me gaan steunen nu. Maar goed, dat is even terzijde. Ja, nee, maar die, nou, dat het een ongelooflijk ordinaire, laaghartige actie is van een journalist dat hij iets opzet wat hij niet kan bewijzen. Mm-hmm. Ik heb trouwens ook wel eens gedaan, maar dat terzijde. Ja. Ja. Herman, welk feest vieren we hier eigenlijk deze week? We gaan op weg naar het Pronkstuk van Nederland. Dat is het, daar mogen wij, het volk, mogen stemmen. Ja. We kijken dus eigenlijk in de spiegel vrijdag. Als we zien, dit is het geworden. Dan komt het een beetje op neer, hè? Ja. Nou ja, het is... Een volksraadpleging zal ik zeggen. Ja, het is nu... Het is ook een manier om nu eens te praten in positieve zin over het verleden. Mm-hmm. In de zin van, er zijn toch allerlei dingen gebeurd. Schilderijen gemaakt, personen hebben zich gemanifesteerd. Er liggen documenten die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd tot wie wij nu zijn. En waar wij best trots op kunnen zijn. Trots in je eentje, dat is een privégevoel. Dat moet je niet algemeen maken. Mm-hmm. Dan krijg je enge dingen. Maar in je eentje kun je daar best trots op. En die zijn heel belangrijk. En dat wordt nu in een spelvorm gebracht. Want Nederland is gek op spelletjes. Ja. Spelletjes en lijstjes maken. Daar krijg je in Nederland alles. Iedereen weer voor op straat. Gebeurt nu ook. Vol enthousiasme. Wij zijn een horizontaal land. En in een horizontaal land kun je alleen maar profileren. Door te concurreren, je af te zetten. En daarom zijn we er gek op. En als je daarna nog ook zegeltjes erbij geeft, is het helemaal rond het verhaal. Geven we zegeltjes, Jort? Nee, bewijs van spreken. Er komt een postzegeltje voor de winnaar. Dat wel, ja.